Dames en heren, welkom. Vandaag praten we over personeelsbeleid in transport en logistiek. Een zeer relevant onderwerp, zowel nu in coronatijd als daarna. We gaan het onder meer hebben over chauffeurstekort en de vergrijzing, maar vooral ook hoe kun je deze problemen op lange termijn oplossen. We bespreken dit met diverse specialisten van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Dit zijn Peter Lanza, sectoradviseur, Lutze van de Ploeg, manager werk, en Anke Schilderink, adviseur mobiliteit. Vanwege het coronavirus zijn ze niet aanwezig in de studio, maar hebben we contact via een videoverbinding. Tevens laten we in een video enkele transportondernemers aan het woord over hun personeelsbeleid. Dat zijn Jan de Koeier van Cotra Logistics en Jan-Willem van der Voorden van Zuidwest Logistiek. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, kunt u ze stellen in onze live chat. Enkele van deze vragen zullen we aan bod laten komen tijdens deze sessie. Andere vragen zal het STL op een later moment één op één aan u beantwoorden. Ik denk dat het een goed moment is om even over te gaan naar de sprekers, zodat zij zich voor kunnen stellen. Peter, allereerst geef ik het woord aan jou. Ja, dankjewel Tom. Ik ben Peter Lanza. Ik ben sectoradviseur. Ik werk in een team met 4 collega's en we hebben een landelijke dekking. De sectoradviseur adviseert transport- en logistieke bedrijven op de personele component, dus personeelsinzet, op HR- en directieniveau. We werken als klantbeheerder. Dat betekent dat we klantvragen ophalen. We analyseren klantvragen en we zoeken daar de passende dienstverlening bij. En zo mogelijk ontwikkelen we samen met klanten ook een nieuwe dienstverlening. Oké, Anke, dan geef ik nu even het woord aan jou. Dankjewel. Goedemorgen. Ik ben Anke, adviseur bij het Mobiliteitscentrum. Ik werk hier met 12 enthousiaste collega's en ondersteun hier zowel werkgevers in hun zoektochten naar nieuw personeel, als ook werknemers ondersteunen we in het zoeken naar een nieuwe baan. En dit doen we allemaal vanuit Gouda, telefonisch, maar proberen inderdaad heel Nederland te bereiken. Anke, dankjewel. Lutze? Jij ook? Ja, goedemorgen. Mijn naam is Lutze van de Ploeg. Ik ben manager werk bij STL. En ik ben verantwoordelijk voor de BBL-formule, oftewel de jongerencomponent binnen STL. En samen met een team van zo'n 16 adviseurs proberen wij jaarlijks zo'n 1000 leerlingen uit het VMBO te interesseren voor een toekomst in transport en logistiek. En dat doen we landelijk met een landelijke dekking. We werken daarbij samen met de plaatselijke ROC's. En ook met de verschillende verkeersscholen. Dus vanuit Gouda, maar ook landelijk actief. Lutze, dankjewel. Peter, misschien is het goed als we eventjes gewoon eerst algemeen beginnen. En even kijken van oké, het personeelsbeleid op dit moment. Wat zijn daar belangrijke ontwikkelingen die jullie op dit moment nu zien? Nou, misschien is het eerst even handig dat ik uitleg wat het Sectorinstituut Transport en Logistiek doet. Want ik neem aan dat er ook toehoorders zijn die ons misschien nog niet goed kennen. Het Sectorinstituut is een uitvoeringsorganisatie van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. En wij zijn opgericht door sociale partners in de sector beroep goederenvervoer. Met de taken en opdrachten om instroom te bevorderen en het behoud van werknemers te realiseren. We faciliteren werkgevers en werknemers dus om hiermee aan de slag te gaan. Nou ja, we zien eigenlijk een aantal ontwikkelingen en dan beperk ik me tot het domein mens en werk, hè, want daar zijn we van. Het spreekt voor zich dat corona natuurlijk met lengte de belangrijkste ontwikkeling is die we nu zien in de sector. Nou, dat heeft enorm veel impact. Dat weten we allemaal, is veel over gezegd. Bedrijven die chauffeursoverschot hebben en waar veel werk wegvalt. Wat we in het begin hebben gezien is dat even kort zijn weerslag heeft gehad op verzuim. Maar dat was eerder een schrikreactie. We zien eigenlijk nu, en dat kan komen door saamhorigheid of de andere factoren, maar we zien bijvoorbeeld ook dat de productiviteit toch echt weer op peil is. En dat het verzuim, zeker ook bij ons aangesloten bedrijven, wat verlaagd is. En we zien een enorme veerkracht in de sector. Dus bedrijven vinden dus blijkbaar wel hun weg
om hiermee om te gaan. Maar goed, nogmaals, de impact op werk en chauffeurs is enorm. Als ik dan kijk naar voor corona en ook kijk naar de periode na corona, dan zien we eigenlijk een aanhoudend tekort aan chauffeurs en aan werknemers. We zien een vergrijzing in de sector. We hebben dat vaker gezien, alleen we zien nu dat het een vergrijzing is in een hele andere wereld. En we zien chauffeurs weggaan die veel ervaring hebben en die gewend zijn om 55, 60 uur per week te werken. En we zien aan de andere kant een nieuw soort werknemer die gewend is en eigenlijk andere wensen en eisen heeft op het gebied van werk-privé en part-time zou willen werken. Dus de vergrijzing en de chauffeurstekorten, dat is voor ons eigenlijk de belangrijkste ontwikkeling die we zien. Wat ik daarnaast zie bij mijn klanten is dat er een permanente focus is op instroom, maar dat er eigenlijk ook sinds afgelopen tijd een focus is op behoud van personeel. Dus de ene vraag is, hoe kom ik aan goede mensen? Maar deze vraag is, hoe hou ik mijn mensen vitaal en gemotiveerd tot aan de eindstreep? Wat we daarmee gepaard zien is dat HR steeds meer geprofessionaliseerd wordt in de sector. HR is eigenlijk altijd al onze gesprekspartner geweest. Maar we zien eigenlijk ook een toename van gesprekspartners op directieniveau. Dus bedrijven hebben de behoefte om wendbaar te zijn in deze crisis en in disrupties, tijden van disrupties. Bedrijven willen relevant en onderscheidend zijn. En ze realiseren zich dat personeel hun grootste asset is. Mm-hmm. En dat het van groot belang is om aandacht te schenken aan hun personeel en ontwikkelen en trainen. Daarnaast zien we aan de werknemerskant dat werknemers steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun inzetbaarheid. Dus dat zijn eigenlijk op dit moment voor ons de belangrijkste ontwikkelingen. Ah, oké, helder. Anke, even over naar jou. Als je hoort wat Peter zegt, kun je daar nog wat verder op ingaan? Ook kijken van, oké, welke praktijkoplossingen zijn er bijvoorbeeld? Die wellicht STL zelf aanbiedt. Anke, kun je daar iets over zeggen? Zeker, en dan doel jij toch wel weer nog een stukje op wat corona met ons doet? Ja, ook, maar ook wel misschien wat meer in zijn algemeenheid. Maar laten we inderdaad voor nu eventjes eerst focussen op corona. Ja, nou vooral in de piektijden, in het begin van het ontstaan van de coronacrisis, zag je vooral de collegiale uitlenen die veel in beeld kwam. Het sectorinstituut met andere brancheorganisaties heeft ook vrij snel het platform bij Helpen Elkaar daarvoor kunnen optuigen. Mm-hmm. In bepaalde regio's, deelmarkten, zie je dat tekorten ontstonden, de vraag was ineens hoog, terwijl andere deelmarkten echt wel afnamen of zelfs stilstonden. Denk eventjes aan de sierteelt. We zijn echt in contact gegaan met deze bedrijven, iedereen die zich via ons platform meldde en hebben zo ook gekeken om vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen. Nou, dat is sowieso wel ons doel ten alle tijden bij het mobiliteitscentrum, maar nu zeer specifiek snel in het leven geroepen om de pieken en dalen nu in deze crisis in ieder geval te kunnen ondersteunen. Begrijp, hè? Het is nog steeds, het platform is er nog steeds. Dus je kunt er steeds gebruik van maken. Ja, correct, inderdaad. Het is nog steeds actief. Mm-hmm. We zien wel dat het aanbod het overschot in alle tijden hoger is geweest dan echt de vraag was. Dus we hebben absoluut niet alle werkgevers echt kunnen koppelen aan een collega om zo toch een personeel in te kunnen zetten. Ook nu hebben we nog steeds wel contact met deze bedrijven en horen we gelukkig ook alweer de signalen dat ze hun werk kunnen hervatten, dat ze weer redelijk teruggaan naar het oude niveau, in ieder geval hun werknemers weer voldoende zelf kunnen inzetten. Dat zijn mooie geluiden. Ja, precies. Dus, laten we zeggen, een klein beetje licht aan het einde van de tunnel, om het zo te zeggen. Lutz, ik wil eigenlijk eventjes overgaan naar jou. Ik kan me voorstellen dat voor heel veel bedrijven op dit moment de instroom van nieuwe werknemers niet helemaal topprioriteit is. Maar wellicht is het toch wel belangrijk om dat op dit moment te doen. Lutze, zou jij daar iets over kunnen zeggen? Ja, zeker. Ja, wat we zien is inderdaad dat
neiging zou kunnen zien bij bedrijven om vooral niet door te gaan met het aannemen van leerlingen. Ik vertelde dat wij vanuit ons STL-instituut leerlingen werven. Tegelijkertijd zijn we ook altijd op zoek naar nieuwe leerwerkplekken. Dus wij zijn continu, ook samen met het SBB, actief om bedrijven te blijven enthousiasmeren. En in deze coronatijd zien we gelukkig dat wij ook bedrijven erbij kunnen werven om die leerlingen nou, een plek te bieden. Daar overigens waar we nu zien dat leerlingen op bepaalde plekken minder werk krijgen, zien we ook in BBL, hè, in de opleidinglandschap, dat bedrijven bereid zijn elkaar te helpen door bijvoorbeeld leerlingen over te nemen in goed overleg voor een tijdelijke aard soms. Dus er wordt van alles aan gedaan om die jongeren juist ook in deze tijd een plek te bieden. Ah, okay. Dus je ziet duidelijk dat de sector zelf ook wel het belang daarvan inziet. Ja. Ja, de sector die springt bij, hè. Die neemt haar verantwoordelijkheid in die zin heel serieus. Mm-hmm. We zien dat gelukkig bij heel veel bedrijven die leerlingen niet worden meegenomen in de personeelsplanning. Ze zijn als het ware boventallig. En dat is ook juist wat de bedoeling altijd is geweest. Hè. Het zijn leerlingen die het vak moeten leren. Mm-hmm. Dus wat je nu dan ook ziet is dat je zou kunnen redeneren dat bedrijven hun contract opzeggen met ons en de leerlingen definitief naar huis sturen. Dat gebeurt in grote lijnen gelukkig niet. Dus de leerlingen zijn boventallig. Bedrijven springen dus bij en pakken daarin elkaars verantwoordelijkheid. En als het ergens onverhoop niet lukt, omdat er gewoon geen werk is, dan helpen wij die sector door leerlingen te herplaatsen. Zodat de opleiding van die kandidaten en van die jongeren die al niet in gevaar komt. Ja, precies. Dus wat je zegt van oké, okay, het is niet zo dat die leerlingen nu door corona in één keer massaal thuis zijn komen te zitten. Ze blijven gaan. Nee, we zagen in de eerste weken wel een algehele schrikreactie. Hè? Dat is denk ik ook wel misschien logisch. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het op een aantal sectoren na, hè, daar is het blijvend zwaar weer, om het zo maar even uit te drukken. Maar we zien dat gelukkig heel veel van die jongeren toch aan het werk zijn gebleven. Omdat, wat ik al net schets, de sector haar verantwoordelijkheid daar wel in pakt. Ja, precies. En begreep ik het nou goed dat het STL ook een soort ondersteuningsregeling heeft, financiële ondersteuningsregelingen voor deze coronatijd, voor deze vervoerders die leerlingen opleiden? Ja, we hebben vanaf 1 april, toen de NOW-regeling van de overheid bekend werd gemaakt, hebben wij besloten om daar gebruik van te willen maken. Dus we hebben een aanvraag ingediend, omdat we daarmee eigenlijk bedrijven tegemoet willen komen. En we willen per se die leerlingen ondersteunen. We willen garanderen dat zij hun contracturen doorbetaald krijgen, actief blijven bij het bedrijf, maar willen die bedrijven ook niet duperen. Dus we hebben die NOW-regeling als instituut aangevraagd. Maar tegelijkertijd heeft ons bestuur en het SO-bestuur besloten om een garantie uit te spreken of garant te staan voor die leerlingen. Dus die NOW-regeling, daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Hè? En terecht voorwaarden. Mm-hmm. Er is besloten dat als wij niet in aanmerking komen voor die NOW-regeling, dat wij als instituut, als STL en als SO in ieder geval garant staan voor onze leerlingen. Dat wil zeggen dus nogmaals dat ze hun salaris betaald krijgen conform hun contract en dat wij alleen de gewerkte uren doorbelasten aan de bedrijven. Maar die regeling hebben we begin april bekend kunnen maken en tot 1 juni afgekondigd. Mm-hmm. Dat heeft heel erg geholpen, hè? Dat heeft ook voor rust gezorgd. En we hopen vandaag, of misschien uiterlijk maandag, te kunnen bekendmaken of die regeling weer verlengd gaat worden. Omdat we zien wel verbetering, maar we willen ook zorgen dat bedrijven, ook in de komende maanden nog op ons kunnen rekenen. Ja, precies. Oké. Okay. Dus waarschijnlijk wordt het in ieder geval nog voorlopig verlengd tot aan 1 juli. Begrijp je? Daar ga ik wel vanuit. Ja, precies. Oké. Okay. Daarna gebeurt het natuurlijk nog even afwachten. Maar wat dat betreft waarschijnlijk kunnen werkgevers daar nog langer gebruik van maken. Zo. Ja. Dankjewel. Peter, dan gaan we denk ik even over naar jou. Eerder heb jij een aantal ontwikkelingen geschetst. Onder andere het vitaal en gemotiveerd houden van personeel. Kun je iets uitleggen wat de rol en de aanpak van STL is als het gaat om deze twee gebieden? Ja, dat wil ik graag doen. STL heeft met een mooi woord propositie ontwikkeld op duurzame inzetbaarheid. Wij noemen dat werkkracht. In het verleden was het vaak zo dat we losstaande initiatieven hadden. En dat zie je ook vaak bij bedrijven ontstaan als het gaat om dit thema. Wij kiezen voor de integrale aanpak. Onze werkkrachtpropositie is eigenlijk gestoeld op 4 pijlers. Een goed contact
En dat is dan een goed contact in de meest brede zin van het woord. Werknemers hebben behoefte aan contact. En werkgevers hebben vaak het idee dat ze benaderbaar zijn. De deur staat altijd open. En dat medewerkers vrij makkelijk met vragen of problemen bij ze terechtkomen. Nou, we zien in de samenwerking met bedrijven dat juist op dit punt er een verbeterslag kan worden gemaakt. Bedrijven die met ons samenwerken en die ook echt tijd inplannen om met medewerkers in gesprek te gaan. En dan gaat het om, wij noemen dat toekomstgesprekken. Dat zijn eigenlijk geen functioneringsgesprekken. Dat als je echt geïnteresseerd bent in je medewerker en je wil weten wat hem beweegt en waar hij behoefte aan heeft, dan moet je dat, vinden wij, niet combineren met een functioneringsgesprek. Dus het goed contact zien we in deze aanpak is eigenlijk ook wel vaak het eerste wat bedrijven willen oppakken. En dat gaat ook over de cultuur, waarin als je goede gesprekken wil kunnen voeren, als je wil dat planners en chauffeurs, om er een voorbeeld te noemen, goed met elkaar kunnen communiceren, dan moet dat eigenlijk top-down geborgd zijn en top-down ook veilig voelen. De tweede component is vitaliteit, in de meest brede zin ook weer van het woord. Wij kunnen ook personeelscans maken met inzetbaarheidschecks en analyses presenteren aan bedrijven. Wat ook echt eye-openers zijn. En daar komt een goed beeld uit van hoe vitaal is je personeelsbestand. En hoe gemotiveerd is je personeelsbestand. En waar liggen de mogelijke knelpunten? Nou, daar kunnen we ook met elkaar voor aan het werk. En dat doen we ook. De derde pijler is dan veiligheid. Veilig werken, waarbij de RINE, de risico-inventarisatie en analyse, vaak ten grondslag ligt. Nou, dan ontwikkelen we toolboxen die we de markt aanbieden. En de vierde, en dat is eigenlijk ook wel een bruggetje naar de activiteiten van het mobiliteitscentrum. De vierde is de juiste persoon op de juiste plaats. En het gaat ook, kijkend naar het personeel, in hoeverre men nog ook fysiek in staat is om het steeds veranderende werk te blijven doen. Zitten mensen nog wel goed in hun vel? Wat is er voor nodig om mensen mee te krijgen? Ook weer in termen van opleiding en ontwikkeling. En dat haakt ook aan op nogmaals de activiteiten van onze instroomkant. Waar we in die integrale aanpak ook samen kijken naar wat die klantbehoefte is en wat de meest passende chauffeur is. We kiezen heel bewust voor die integrale aanpak, waarbij we ook echt ook beginnen bij de directie en kijken of er sprake is van een missie en visie op duurzame inzetbaarheid, of die missie en visie ook bekend is bij de medewerkers en of die ook beleefd wordt. Dus het is echt een toekomstbestendige aanpak waarbij we de interventies die we inzetten, waarvan we eigenlijk op voorhand ook weten dat die interventies op het juiste moment kunnen worden ingezet en succesvol zijn. En dat is een aanpak die we nu aan het uitwerken zijn in de markt. We zijn daar eigenlijk al zeer enthousiast en bedrijven zijn zeer enthousiast. Ja, dat is dus, ook even, was ik ook even benieuwd naar inderdaad. Hè? Het is een duidelijk helder verhaal, maar het is, ik kan me voorstellen dat het niet altijd meevalt voor werkgevers om die vier facetten die je net noemt in praktijk te brengen. Zie jij dat werkgevers daarin slagen en als ze daar nog wat moeite mee hebben, hebben jullie daar dan nog tips voor bijvoorbeeld hoe je dat goed kunt doen? Kun je daar iets over zeggen? Nou, ik zie zeker werkgevers daarin slagen. Sterker nog, we hebben nu al wellicht wel een 10 of 20 voorbeelden van middelgrote en grote bedrijven die dat samen met ons oppakken. En sterker nog, zelfs in de coronatijd waarbij fysieke gesprekken niet mogelijk zijn, daar toch wel voortgang aan willen geven. Sommige bedrijven zijn ook zonder onze hulp daar ook al heel ver in. Dus daar waar het voorheen ook een HR-aangelegenheid was, zie je dat directie zich daar ook steeds vaker mee bemoeit, hun rol pakt en dat het ook erg leuk is en dankbaar is om te doen. Ja. Oké, helder. Dus je merkt ook dat er steeds meer bewustzijn komt bij de transporteurs om echt, zou ik maar even zeggen, bijna bovenop het personeelsbeleid te zitten. Ja, zeker. Ja, professionalisering van HR, meer betrokkenheid bij directie, ook duidelijke visie en missie op dit thema. En nogmaals, het is beginnend, want de sector is dit niet gewend. Hè? Als je kijkt naar wat ik net schetste, die krapte op de arbeidsmarkt en die nieuwe werknemer die op die arbeidsmarkt komt, dan zien we dat de transport- en logistieke sector daaraan moet wennen. Als ik bij bedrijven bezoeken afleg en kijk naar hun website, dan is die website vrijwel altijd nog gericht
op hun opdrachtgevers. En nog minimaal gericht op wat zij werknemers kunnen bieden. En de sector heeft de werknemer heel veel te bieden. Alleen misschien is de sector nog wat bescheiden om dat ook te benoemen. Dus daar ligt ook wel gelijk een oplossing of een tip om in termen van arbeidsmarktcommunicatie veel meer te kijken van wat beweegt die nieuwe werknemer om bij jou te komen werken. En dat is ook iets waar jullie wellicht ondersteuning in kunnen bieden. Ik kan me voorstellen dat werkgevers daar wel ook misschien niet altijd heel goed weten hoe ze dat aan moeten pakken. Precies, dat klopt. En dat doen we al in bescheiden mate. Dat doen we bijvoorbeeld met het adviseren en helpen van bedrijven met het schrijven van hun teksten op de website, vacatureteksten. Dat doen we ook in de gesprekken die ik met bedrijven heb op het thema employer branding. Hoe kun je jezelf als goed werkgever positioneren? Dat is allemaal niet zo heel moeilijk, hè, want dat kan een middelgroot of klein transportbedrijf net zo goed als de KLM. En dat gaan we gaandeweg met elkaar ontwikkelen. Ja. Helder. Eventjes nog om weer overstap te maken naar corona, of eigenlijk misschien wat meer in zijn algemeenheid, plotselinge heftige gebeurtenissen. Dat is iets waar je als sector vroeg of laat telkens weer mee te maken krijgt. Hoe kun je nou je organisatie eigenlijk zo inrichten dat je voor zover mogelijk daarop anticipeert? Moet je dan denken aan flexibiliteit of waar zou je dan aan kunnen denken? Nou, wat je nu ziet is dat bedrijven een flexischil aanhouden. We zien dat ook bij ons mobiliteitscentrum terugkomen, dat een deel van de chauffeurs die zich bij ons meldt, dat die vanuit een uitzendhistorie komen of een part-time contract. En dat is natuurlijk niet wat we toejuichen, maar dat is wel de eerste reactie die je ziet. Dus op die manier flexibel blijven is denk ik wel een belangrijke. Alhoewel wij ons uiteraard met name of alleen maar richten op vast werk. En zorgen dat de mensen die via ons bemiddeld worden een vaste baan krijgen in de sector. Als je nou kijkt naar de medewerkers die je al in dienst hebt. En de behoefte en de ambitie om daar wendbaar in te zijn. Dan is het van belang dat je in gesprek bent met je medewerker. Dat je weet wat die medewerker beweegt. Zodat je ook niet verrast wordt door uitval. Zodat je ook niet verrast wordt door mensen die ziek worden of bij je weg willen gaan. Dus eigenlijk is dat wel denk ik de belangrijkste die je ziet. Zeker in tijden van corona. Ik heb bedrijven gezien dagelijks contact met hun medewerkers houden. En ons zelfs betrekken en tips en tricks van ons vragen. Om te kijken van hoe kunnen we nou op allerlei manieren met die medewerker in gesprek blijven. En ik zie dus ook bedrijven die dit soort duurzame inzetbaarheidstrajecten, ondanks de fysieke beperkingen nu, wel voortgang willen geven. Oké. Helder. Peter, dankjewel. Ik denk dat het inmiddels tijd is voor wat kijkersvragen. Ik zie dat er al best wel wat binnengekomen zijn. Onder andere van Nico van Rossum. En hij vraagt van, goh, wat is nou de trend op het gebied van ziekteverzuim in transport en logistiek door corona? Ik weet niet, horen jullie vanuit de markt daar iets over? Wellicht een vraag voor Lutze of Anke? Nou ja, wat je in BBL-landschap ziet en ook wel bij de bedrijven, is dat er vanwege de onduidelijkheid in het begin, ook nu nog steeds over echte ziekteklachten of gewone klachten, zie je dat het verzuim zeker is opgelopen. Hè? Wij hanteren strikte RIVM-richtlijnen, dus bij twijfel ziek melden en thuisblijven. Dat leidde er in het begin, ja, gewoon vanwege het feit dat het nieuw was, tot een veel hoger ziekteverzuim dan gelukkig de afgelopen tijd. Dat neemt nu weer af. We zijn veel ook met bedrijven en met onze leerlingen in contact daarover. Ik denk dat Anker dat misschien wel kan beamen, ook voor zijn schoontrajecten. Er wordt nu wat minder snel uit angst zo ziek gemeld. Maar we hebben te maken met een veel hoger ziekteverzuim dan regulier normaal gesproken. We zien dat we nog steeds bij twijfel zeggen, blijf thuis, neem geen risico. Ja, oké. Dus je ziet wel een wat hoger ziekteverzuim. Maar gezien de omstandigheden is dat ook wel redelijk logisch natuurlijk. Ja. Ja. Oké, absoluut. Andere vraag die binnenkwam van Michiel Kuijer. Gebied van thuiswerken. Wat zien jullie in de logistiek gebeuren? Dan kan ik me voorstellen dat het voor vrachtwagenchauffeurs natuurlijk niet altijd even makkelijk is om thuis te werken. Maar wellicht dat andere medewerkers dat wel kunnen.
Wat horen jullie van jullie leden? Wellicht ook een vraag voor jou, Lutze, of voor Peter wellicht? Nou, ik zou de vraag graag willen beantwoorden, maar heel eerlijk gezegd heb ik het eerste deel van de vraag niet goed kunnen verstaan. Ah, oké. Het was de vraag van wat gebeurt er op het gebied van thuiswerken bij transport en logistiek. Nou, vrachtwagenchauffeurs wordt natuurlijk heel lastig, maar wellicht andere personeelsleden kan wel. En de vraag is even, goh, wat zien jullie op dat gebied gebeuren bij de leden? Nou ja, wat we daar zien gebeuren is dat in eerste instantie natuurlijk even een schrikreactie was van hoe moeten we hiermee omgaan. Er is pas ook een protocol door Transport en Logistiek Nederland gepresenteerd aan de sector met richtlijnen. En op die manier proberen we zoveel mogelijk bedrijven ook te adviseren wat ze kunnen doen. Ik heb de indruk dat bedrijven heel snel hebben geschakeld en hun bedrijf en hun werkomgeving conform de RIVM-richtlijnen hebben ingericht. Dus je ziet wel dat kantoorpersoneel dat met name thuis werkt. En ook daar zie je hele leuke initiatieven van bedrijven om dat op die manier ook zeg maar prettig en makkelijk te maken. En het rijdende personeel wordt zo goed mogelijk zeg maar conform de richtlijnen ingezet. Dus ik heb de indruk dat we daar heel snel en heel goed op geschakeld hebben. Ja, precies. En even een vraag vanuit mezelf. Ik kan me voorstellen dat communicatie en verbondenheid in deze tijden van thuiswerken niet altijd even makkelijk gaat. Hè? Bijvoorbeeld dus tussen planner en chauffeur of werkgever en chauffeur of logistiek medewerker. Wat zien jullie daar gebeuren? En heb je wellicht nog tips hoe je toch die communicatie en verbondenheid zo goed mogelijk houdt? Een vraag aan? Oh, sorry, Peter, aan jou? Nou, ik zag Lutze lachen, dus misschien wil Lutze hem... Oh, dat mag ook. Die zat daar om te beantwoorden. Ja. Ja, dat is eigenlijk volgens mij een herhaling wat je zegt, hoe bedrijven het zo prettig mogelijk maken voor medewerkers om thuis te werken. Is dat je vraag? Ja, en ook, ik kan me voorstellen dat het qua communicatie ook niet altijd even makkelijk is als mensen thuis werken en niet elkaar face-to-face zien. En misschien ook een gevoelsmatig wat afstand ontstaat tussen planner en chauffeur of werkgever en chauffeur. En ik vroeg me even af, hoe kun je daar nou het beste mee omgaan? Ja, ik denk nogmaals herhalend wat ik net zei, dat met name het kantoorpersoneel zoveel mogelijk thuiswerkt. We zien toch dat het thuiswerken voor chauffeurs en planners, ik ken daar geen voorbeelden van. Okay. We zien natuurlijk wel dat er een wat grotere afstand wordt gepercipieerd. Hè, maar dat lossen bedrijven op met schermen, met... Nou ja, nogmaals, het bedrijf inrichten conform de richtlijnen. Dus ik denk, mij zijn in ieder geval geen geluiden bekend dat de communicatie tussen planners en bijvoorbeeld het rijdend personeel daardoor meer onder druk komt te staan. De contacten nogmaals met het kantoorpersoneel, dat is van groot belang, hè, dat je je medewerkers niet vergeet. Ik heb ergens een onderzoek voorbij zien komen op internet onder 2700 werknemers in diverse sectoren. En dan bleek dat 40% van die werknemers op dit moment nog steeds geen contact met hun werkgever heeft gehad. En 38% van die 40% ontwikkelt daardoor ook gewoon fysieke klachten. Dus dat is ook een beetje de rode draad in mijn boodschap. Blijf in contact met je medewerker. En we zien dat gebeuren in de contacten met zowel rijdend personeel als kantoorpersoneel. Dus als ik naar mijn eigen situatie kijk, is het even wennen geweest om thuis te werken. Maar wordt al razendsnel eigenlijk omgezet en heb ik het nog nooit zo druk gehad in de contacten met mijn relaties. Omdat iedereen gewend raakt aan de nieuwe werkelijkheid. Peter, dankjewel. Ik denk dat het tijd is om eventjes over te gaan naar de video. We hebben twee transporteurs gevraagd naar hun invulling van personeelsbeleid. Het gaat dan om Cotra Logistics en Zuidwest Logistiek. We laten hen graag even aan het woord om uit te leggen hoe zij dat ingevuld hebben. Dus ik zou zeggen, start de video. Personeelsbeleid is een belangrijk thema voor transportondernemers. Ieder bedrijf wil voldoende goed geschoolde werknemers die met plezier hun werk uitvoeren. Zowel nu in coronatijd als straks als het virus onder controle is. Wij gingen langs bij twee ondernemers om te vragen hoe zij dit aanpakken. Zijn we hier in de regio Zeeland, in Ierseke.
Is hier voldoende personeel te vinden? Ook lastig. Vooral chauffeurs, rijdenpersoneel. Voor de coronacrisis was dat best wel lastig om mensen te pakken te krijgen. Kijk, er is in de wereld heel veel veranderd. En dat is ook hier in dit bedrijf heel veel veranderd. Op dit moment hebben we niet echt mensen nodig. Maar we hopen zeker voor de toekomst weer die mensen binnen te halen. En daar moeten we gewoon moeite voor doen. Hoe komen jullie aan je personeel? Wij hebben daar wat gewijzigd in onze branding. We hebben wat folder-materiaal gecreëerd, we hebben een nieuwe bedrijfsfilm gemaakt. We hebben dat wat gestimuleerd binnen het personeel zelf. Zij zijn eigenlijk onze grootste ambassadeurs om personeel te werven. Ik moet zeggen, we hebben hier niet te klagen om aan goede chauffeurs te komen. En dat doen we vooral met zelf opleiden van zij-instromers. Voor het werven van zij-instromers heeft de Koeien gebruik gemaakt van de diensten van STL. Deze geeft subsidies om zij-instromers in de sector binnen te loodsen. Nou, je hebt een gesprek, een soort speeddate doe je. En dat, ja, meestal heb je binnen 5 à 10 minuten wel in de gaten of iemand potentie heeft of niet. Nou, en die nodig je uit op je bedrijf om een sollicitatiegesprek te voeren. En dan gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ja, we hebben in 2019, begin 2019, een zestal zij-instromers ingevlogen. En zij hebben een half jaar tot drie kwart jaar in dat traject gezeten. Daarna nog eens twee. 2 jaar geleden hadden we iemand die was surfinstructeur in Vrouwenpolder hier op Walcheren. Nou, die had het wel gezien. En het was namelijk net na de zomer. Dus die was klaar met zijn werk. Die dacht van, ik wil wat anders. Ik wil chauffeur geworden. Nou, die hebben we opgeleid. En die werkt nog steeds met ons. En dat doet hij met hartstikke veel plezier. Een van die zij-instromers is Wesley. Hij is al bijna een jaar in dienst bij de Koeien. Eerst als medewerker in de distributiehal, nu is hij chauffeur. Een jongen die hetzelfde traject heeft gedaan als wat ik heb doorlopen. Een hele goede vriend van me. Daar ben ik een paar keer mee meegereden met een vrachtwagen. Ja, dat stond mij ook wel aan, dus toen heb ik ervoor gekozen om ook mijn rijbewijs te gaan halen. Die heb je hier gehaald, binnen het bedrijf? Ja, die heb ik hier bij het bedrijf gehaald. Personeel binnenhengelen is 1, maar dan komt fase 2, het vasthouden van personeel. Ja, proberen in gesprek te blijven met onze medewerkers. Geef ze een goed gevoel. Onder andere door de juiste auto. Netjes verzorgd. Een eigen auto toekennen, zogezegd. Werkkleding waar ze zich prettig in voelen. Ja, een stukje extra, af en toe een beloning. Ga gezellig met elkaar weg. Nou, we proberen natuurlijk goed voor onze mensen te zorgen. Zo simpel is gewoon. Nou, dat probeer je natuurlijk om zoveel mogelijk naar hun wensen het werk in te richten. Kijk, wij hebben het voordeel dat wij vrij kort werk hebben. Dus de jongens zijn ook nogal eens thuis. En, kijk, als ze 's ochtends willen rijden, prima, geen mogelijkheid. Als ze 's nachts willen rijden, hebben we ook een mogelijkheid voor. Wat deed je eerst? Hiervoor heb ik in de distributie gezeten, op een busje gereden. En daarvoor heb ik op school gezeten. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, geweldig. Ik zou niks anders willen doen op het moment. Echt niet. Interessante video hebben we gezien. Wat Jan-Willem van Voren onder andere zei, is dat van goh, het is interessant om je personeel in te zetten om nieuw personeel te werven. Interessant beleid, denk ik. Anke, hoe kijk jij daar tegenaan? Vind je dat ook een goed idee? Ja, absoluut een goed idee om je medewerker in te zetten als ambassadeur. In algemene zin zie je eigenlijk vaak dat het woord van een persoon veel meer spreekt dan dat een organisatie of een bedrijf een bericht uit. Dus ja, zeker als je je werknemers gewoon een goed contact onderhoudt, weet je dat ze goed in hun vel zitten. En kunnen ze uiteraard heel goed reclame maken voor je organisatie. Hoe dat bijvoorbeeld toe te passen in de praktijk, nou, dat zie je wel al vaker gebeuren. Dat je bijvoorbeeld je vacatureteksten ook via je werknemers gaat uitzetten. Ze hebben via WhatsApp, Facebook, Instagram een heel groot bereik. En dan ook al direct in de regio waarin je werkzaam bent. Dus ja, absoluut een aanrader om je eigen personeel te betrekken in de werving van de nieuwe collega's. Ja. Zeker. Oké, dankjewel. Laten we even verder inzoomen op de verschillende, laten we zeggen, instroom, doorstroom projecten bij STL. Onder andere is er het
het zij-instroom project. Kun je daar iets meer over vertellen hoe dat er precies uitziet? Ja, ik zal allereerst de term zij-instroom even uitleggen wellicht. Dat betekent eigenlijk dat we kandidaten met een andere achtergrond uit een andere sector enthousiasmeren om ook het chauffeursvak in te gaan. Middels SOAP-subsidie komen we zo financieel tegemoet om die kandidaten op te leiden tot het behalen van een C-rijbewijs of E-achter C. En met SOAP bedoel ik het SOOB, dat is het opleidings- en ontwikkelingsfondsen in onze branche. Niet alleen zijnstroom is interessant, niet alleen maar het halen van kandidaten uit een andere sector. Ook binnen je eigen bedrijf zitten er vast heel veel leuke, mooie kandidaten die ook die stap wellicht willen maken. Denk aan een heftruckchauffeur, denk aan een bijrijder die ook wel de ambitie uitspreekt om ook door te groeien tot chauffeur. We hebben doorstroomtrajecten daarvoor in huis. Ook weer een stukje financiële bijdrage vanuit dat ontwikkelingsfonds om zo je huidige werknemer door te laten stromen met ook echt zicht op een plek als chauffeur. We zijn er vanuit het Sectorinstituut Transport en Logistiek uiteraard niet alleen voor chauffeurs. Denk aan jouw logistiek personeel, aan planners, leidinggevende managers. Allemaal erg belangrijk uiteraard binnen jouw organisatie. En zij hebben wellicht ook wel een wens om verder door te groeien, om zich verder te ontwikkelen. Daarvoor hebben we het opleidingsfondsen binnen het mobiliteitscentrum. Voor elke werknemer die SOAP-afdracht doet, staat er €1000 opleidingsbudget klaar. Wil jij een cursus volgen om je huidige functie beter uit te kunnen voeren, om daar sterker in te worden, kun je hem inzetten. Heb jij ideeën of wil jij stappen maken in de toekomst, mag je ook al zo dat geld gaan besteden. Heb jij juist een werknemer in dienst die nog niet zo goed weet van, hey, welke stappen wil ik maken? Zit ik hier überhaupt op de juiste plek of waar wil ik over een tijdje staan? Dan hebben we ook loopbaancoaches bij het mobiliteitscentrum in huis. Zij gaan samen met jouw werknemer het gesprek aan. Horen graag inderdaad waarmee ze nu mee struggelen. Wat zijn de items waar ze nu een beetje tegenaan lopen? Zij proberen inderdaad door middel van enkele gesprekken daar meer sturing aan te geven. Komt daar uiteindelijk alsnog die opleidingsvraag? Wederom inderdaad kan er dan een beroep gedaan worden op dat opleidingsbudget. En kunnen we zo die kandidaat hopelijk door laten groeien en sterker maken. En zie je dat er van de verschillende mogelijkheden die jullie bieden, dat daar veel gebruik van wordt gemaakt? En wat zijn laten we zeggen, hobbels waar bedrijven soms tegenaan lopen? Ik kan me voorstellen dat het niet altijd makkelijk is om, als je een zij-instromer hebt, dat er wellicht wat haken en ogen aan zitten. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Uiteraard. Nou, zij-instroom, ik zei het al, we werven kandidaten van buiten de sector. Dus het is altijd wel erg belangrijk om echt goed een helder beeld te scheppen van wat is de functie van chauffeur binnen jouw organisatie. Wordt iemand op een betonwagen gezet, is heel ander werk als dat hij in de winkeldistributie terechtkomt. En het is echt een hele goede taak om op voorhand heel realistisch beeld te scheppen. Mensen komen uit een hele andere achtergrond. En we gaan wel met z'n allen investeren in deze kandidaat. Dus zorg inderdaad dat hij wel weet waar hij ja tegen zegt. En dat is denk ik in eerste instantie de grootste hobbel waar we altijd actie op uitzetten. Eigenlijk kun je dat weer heel mooi koppelen aan het stukje wat we net zeiden. Je eigen medewerker als ambassadeur inzetten. We zien heel vaak voor het op wervingsavonden dat een bedrijf dus een medewerker meeneemt. Zij kunnen veel gerichter met de kandidaat soms het gesprek voeren. Zij zitten natuurlijk echt ook op de job en kunnen veel beter soms die korte vragen beantwoorden en een beetje de sfeer en de belevingen goed overbrengen. Ik moet wel zeggen, dit doen we al enkele jaren en we hebben echt al heel wat, wat duizenden nieuwe medewerkers mogen verwelkomen in onze sector. Dus daar zijn we heel erg trots op. Ja, kan ik begrijpen, ook gezien het feit dat het niet altijd even makkelijk is natuurlijk om nieuw personeel te werven. Maar daar zijn dus wel verschillende mogelijkheden en oplossingen voor, als ik jou zo hoor. Absoluut, en daar blijven we ook wel creatief in zijn. Peter noemde het straks al af en toe. Er zijn steeds meer kandidaten die part-time willen werken. Dus ook daar gaan we onze traject op aanpassen. Dat je niet alleen voor een fulltime functie in aanraking komt, maar dat je ook inderdaad een deeltijdbaan kunt accepteren als chauffeur.
Uiteraard proberen we het beroep ook heel enthousiast te maken voor vrouwen. Dat is nog een hele mooie bron die we kunnen aanboren om toch inderdaad zo de instromen toch te blijven laten groeien. Ja, merken jullie dat het vak van vrachtwagenchauffeur of andere logistieke banen, dat bij vrouwen steeds meer, dat ze daar steeds meer interesse in hebben? Wat zien jullie daar gebeuren eigenlijk? De interesse is er misschien altijd wel geweest. Maar door de ontwikkelingen en ook in de techniek wordt het ook steeds makkelijker om het ook echt toe te passen. We hebben steeds meer hulpmiddelen als chauffeur tot onze beschikking om ook dat zwaardere werk als vrouw aan te kunnen pakken. Dus ik denk dat er altijd wel al gelukkig de wens was bij enkele vrouwen, maar dat het ook steeds makkelijker wordt en wellicht ook binnen de mannencultuur ook steeds meer geaccepteerd wordt. Helder, dankjewel. Lutze, ik wil eigenlijk even overgaan naar jou. We hebben het al eventjes over het Zijnstroomproject gehad, maar ik kan me voorstellen dat juist ook veel behoefte is aan aanwas van jongeren, hè? Van mensen die helemaal nieuw jong het logistieke vak instappen. Welke mogelijkheden zijn daarvoor? Jullie hebben daar ook een project voor. Hoe zit dat in elkaar? Ja, wat ik al zei, ik ben verantwoordelijk voor de BBL-formule, om het even in jargon te zeggen. Dat wil zeggen dat wij vanuit het sectorinstituut, mede mogelijk gemaakt door de bedrijf straks zelf, door het SOAP-fonds, leerlingen proberen te werven vanuit het VMBO. En die leerlingen die gaan naar een BBL-opleiding, dat wil zeggen een beroepsbegeleidende leerweg. Oftewel, die gaan 1 dag in de week naar een ROC en 4 dagen per week werken. En bij het werken, daar kunnen wij een grote rol in spelen. Want wij bieden deze kandidaten, deze leerlingen eigenlijk een baan aan bij ons om ze vervolgens te detacheren bij leerbedrijven. De twee bedrijven die je net zag, uit Zuidwest, Koeier en Zuidwest, die zijn allebei trouwens leerbedrijf en begeleiden dus leerlingen tijdens hun schoolopleiding. We hebben die jongens en die meiden in dienst gedurende hun schoolopleiding. Zorgen ervoor dat ze goed geëquipeerd op de markt komen, middels een ARBO en een heftruckopleiding. En wij zijn er vooral om te begeleiden, te werven en te begeleiden, samen met het bedrijf. En zorgen dat ze uiteindelijk, als ze klaar zijn met hun schoolopleiding, zonder extra voorwaarden, makkelijk de sector in kunnen stromen. Dat is wat wij met BBL-formule bedoelen. Ja, duidelijk. En hoe zorg je er dan voor dat op het moment dat een BBL-leerling, transportbedrijf binnenstapt, dat daar een goed leerklimaat is voor zo'n leerling? Dat hij eigenlijk zo snel mogelijk en zo goed mogelijk vooral het vak leert. Kun je daar iets over zeggen? Ja, wat we eigenlijk stimuleren en steeds vaker zien is dat bedrijven een plan maken. Klinkt simpel, maar daar komt het wel op neer. Ze moeten zich afvragen, wat is mijn vervangingsvraag? Vervolgens de vraag stellen, in wat voor type leerling moet ik eigenlijk investeren, van welke opleiding? En als ze dat hebben bedacht, moeten ze daar vervolgens ook de voorwaarden intern voor scheppen. Oftewel, ze moeten iemand aanstellen die als praktijkopleider, begeleider, de leerling gaat begeleiden. Er moet ze tijd en ruimte voor vrijmaken. En ze moeten dat ook in de organisatie verder delen met de rest van de organisatie. Wat is ons doel? Wie willen we hier opleiden? En wat willen we na zo'n opleiding met zo'n kandidaat doen? Zo'n kandidaat, hè, als je het hebt over een goed leerklimaat. Een leerling wil eigenlijk gewoon duidelijkheid, structuur. En tot slot, een goed leerklimaat houdt ook in dat je beseft dat je zo'n leerling veiligheid moet bieden. Hij moet vragen durven stellen. Hij moet weten dat hij fouten mag maken. En dat hij op zijn eigen tempo eigenlijk dat vak tot zich kan nemen. Dus structuur, duidelijkheid en veiligheid. Dat is een goed leerklimaat voor een leerling. Helder. En zie je dat het in praktijk ook wel vaak goed wordt opgepakt bij transporteurs? Of is er wellicht nog ruimte voor wat verbetering? Nou ja, het klinkt simpel, hè? Maar zo'n plan is echt cruciaal. En daarbij zelf een plan hebben, maar vervolgens ook je realiseren dat zo'n leerling naar school gaat. Dus ook investeren in de relatie met een ROC. Investeren in de relatie met ons, met STL. Hoe meer je met elkaar duidelijkheid schept rondom zo'n leerling over de begeleiding, wie doet wat, wie houdt het daar op de hoogte van wat, er kunnen ook geen vragen zijn. En dat lukt dus vaak in de praktijk. Daar waar er minder structuur en duidelijkheid is, daar zie je dat jongens soms, en ook mij natuurlijk, soms wat minder goed op hun plek terechtkomen. Ja, oké. Dus structuur en duidelijkheid is essentieel bij dit soort trajecten. Ja, en dan kunnen ze ook al snel echt productief meedraaien, want je hoort vaak of je hoort soms het idee van ja, leerlingen die heb ik dan boventallig, waar heb ik er aan? Maar als je het met elkaar goed structureert
en toelicht en tijd insteekt, dan kan zo'n jongen al, of zo'n meisje al na een aantal maanden gewoon productief meedraaien. En dan is het dus ook echt iemand waar je, die je kan kneden. Dat klinkt raar, maar waarmee je gewoon ook je eigen bedrijfscultuur goed kan laten landen. En die je daarna dus makkelijk in je bedrijf kan opnemen en op de auto of in de loods kan hebben. Ja, oké. En zie je dat er best wel wat animo is onder jongeren om toch die logistiek in te stappen? Ja, wij dediceren leerlingen uit verschillende opleidingen. Chauffeurs, planners, maar ook heel veel in de logistiek. En daar zie je ook dat leerlingen, en dat is leuk om te zien, van medewerker doorgroeien naar supervisor. Een niveau 4 opleiding in de transportlogistieke opleidingen land. Maar, en daar, ieder bedrijf is anders. Hè. We werken met allerlei soorten, maten en bedrijven. Maar dat kan heel goed slagen. En er zijn bedrijven waar van het huidige personeelsbestand er soms wel 40% vanuit de opleidingen is gekomen en is gebleven. Dus dat is een bewezen formule eigenlijk. Oké. Nou, we hebben het eerder dit webinar al even gehad over het verschil tussen de oudere generatie en de nieuwe generatie. Als het gaat om privé-werkbalans, zullen we maar zeggen. Kun je dat nog iets verder toelichten en ook uitleggen wat dat dan in praktijk eigenlijk voor werkgevers en managers betekent? Welke gevolgen, welke verschillen dat heeft? Misschien kan Peter iets over zeggen? Ja, zeker. Ja. Kijk, wat dat betekent is, de jongere generatie kijkt anders naar de balans werk-privé. Dat gaf ik al aan. Als zij in 30 uur een salaris kunnen verdienen, dan hoeft dat niet per se in 40 of 50 uur. Dus dat is een gegeven waar in de transportsector natuurlijk nog wel voor een deel aan gewend moet raken. Maar het is ook zo dat medewerkers tegenwoordig solliciteren en vragen van wat kun jij mij als werkgever bieden? Vroeger was het zo van mag ik hier komen werken? Maar je ziet toch dat de jonge werknemer van tegenwoordig dat eigenlijk omdraait. En steeds meer kijkt van wat zijn mijn mogelijkheden hier? Welke opleiding en training kan ik hier volgen? En wat is mijn toekomst? Nou, daar beginnen we langzaamaan gewend te raken in de sector. Maar dat is op dit moment nog even wennen, zeg maar. Dus dat aanpassingsvermogen, dat moet er wel komen. En dan is er nog steeds voldoende kans om die jonge medewerker te bereiken. Maar we zien dat wel gebeuren. Dus nogmaals aandachtspunt. En dat heeft dan misschien ook tot gevolg dat je misschien voor elke chauffeur laten we zeggen, met pensioen gaat. Hè? Want vergrijzing is nu eenmaal toch een fenomeen wat we in de sector zien. Elke chauffeur die met pensioen gaat, moet je misschien wel 1,2 of 1,3 nieuwe jongeren eigenlijk aantrekken. Moet ik dat zo zien? Ja, als je de simpele rekensom erop loslaat dat de oudere chauffeur gewend is om 55 of 60 uur te werken. En de jongere chauffeur het in 35 of 40 uur af wil. En dat is ook niet overigens per se leeftijdsgebonden. Hè? Het is de nieuwe moris van de werknemer van deze tijd. Dat men anders kijkt naar de balans werk-privé. Of meer thuis wil zijn, of meer er voor het gezin wil zijn. Dus het is niet per se gebonden aan jongens en meisjes van 18 jaar. Maar je ziet een hele generatie nieuwe werknemers die daar anders mee omgaan. En als je die rekensom loslaat, dan heb je inderdaad te maken met een vervangingsvraag. Niet 1-op-1, maar misschien wel 1.4. Dus dat maakt dat we daar met z'n allen de schouders onder moeten zetten. Ja. Oké, helder. Dankjewel. Ik denk dat het goed is om weer een keer de kijkersvragen door te nemen. Zien of daar nog interessante vragen tussen zitten. Nou, dat is absoluut het geval. Vraag van Emiel van der Weg. En hij vraagt, wat is de rol van coachend leiderschap in het personeelsbeleid in 2021? Pittige vraag wellicht, maar is er iemand die daar op kan en wil reageren? Lutze, wil jij erop reageren? Ja, zeker. Ja, ik betrek hem dan even natuurlijk ook breder, maar ook weer, het past een beetje bij mijn opmerking over een plan hebben met elkaar. En als ik dan zeg van bereid zijn om te investeren in je jeugd, dan ook en ook in je medewerker die nieuw binnenkomt, dan ook realiseren dat je die knapen, die meiden aandacht moet geven en dat je ze fouten moet laten maken.
En coachend leiderschap, dat wil ook zeggen, als ik het voor mezelf dan goed vertaal, dat je moet reflecteren, de leerling zelf mee moet nemen in wat hij fout doet. Maar dus vooral ook daar tijd voor vrijmaken. Aandacht aan je personeel is één ding, maar goed aandacht hebben aan wat begeleiding inhoudt, wat coachen inhoudt, dat is heel cruciaal. Dus ja, dat wordt denk ik steeds belangrijker. Mensen die je binnen hebt, proberen binnen te houden. Dat doe je door ze aandacht te geven en dus ook in leiding geven met hen samen coaches op te trekken. Ik weet niet of Peter daar nog iets aan wil vullen. Ja, wat ik erop zou kunnen aanvullen is dat het dan niet meer gaat om echt hiërarchisch leiding geven. Maar dat je, kijk, wil je kunnen coachen, dan moet je vertrouwen hebben. En dat vertrouwen moet je winnen. Dus dan zou ik heel simpel zeggen, vertoon als leider of als leidinggevende gedrag waarmee je het vertrouwen van je werknemers wint. En dan kun je inderdaad samen met die werknemers stappen maken. En dat vertaal ik onder coachend leiderschap. Helder, dankjewel. Andere interessante vraag, denk ik, komt van Michiel Kuijer. En hij schrijft, hogere opgeleiden in de logistiek zijn vaak snel uitgekeken. Hoe zien jullie een leven lang leren en uitdaging bieden? Mede door samenwerking, onderwijs, onderzoek en werkveld. Aan wie kan ik die vraag, deze pittige vraag geven? Lutze, kun jij daar iets op zeggen? Of wellicht Anker? Eigenlijk niet direct. Ik zit te kijken van wij begeleiden jongeren die inderdaad binnenkomen op dat niveau opleidingen. En we hebben met het onderwijsveld en het bedrijfsleven in het DBL en BOL-landschap vaak overleg. Hoe kunnen we studies het best laten aansluiten bij de werkpraktijk? Hoe kunnen we uitdagend zijn? Hoe kunnen we op nieuwe manieren jongeren ook dingen bijbrengen? Dus er is al veel contact, maar het is wel iets wat we zullen moeten blijven doen. En jongeren op een hoger niveau zullen uiteindelijk, wat we nu de laatste tijd zien, is dat er ook heel veel onderwijsinstellingen op de werkvloer onderwijs gaan geven. Dus uit hun eigen logistieke lokalen met een schoolbord op de werkvloer, of het nou is op de Eindhoven Airport of op de Greenery in Barendrecht, dan zien we dat we het onderwijs voor logistieke leerlingen, van ieder niveau trouwens, maar ook het hoger niveau, interessanter maken door het onderwijs te verplaatsen naar de bedrijven. En daarmee maken het tastbaarder en interessanter voor ze. Dus dat is de eerste reactie die ik wil geven. En volgens mij zei je dat ze snel uitgeleerd zijn, maar als je zo op die manier het bedrijfsleven en onderwijs met elkaar verbindt, dan kun je een erg interessante opleiding voor ze ontwikkelen. Oké, en nou hadden we het eerder dit webinar eerst eventjes over een BBL-leerling die ook al binnen hun bedrijf doorgestroomd was. Even los van de rol die STL kan spelen, maar zien jullie wel regelmatig dat instromers echt gewoon binnen die logistiek een carrière oppakken? Dat is echt flink doorgroeien. Ja. We hebben recent onderzoek van onze marktonderzoekers samen met CBS toont aan dat veel leerlingen blijven hangen in de sector en specifiek ook bij SO-bedrijven. Dus een detacheerformule, jongens helpen tijdens de opleiding om te landen in de sector is heel waardevol. Want daardoor worden ze van twee kanten begeleid, eigenlijk van drie, school, bedrijf, STL. En dat zorgt er vaak voor dat als ze dan ook de eindstreep halen, hun diploma halen, dat ze dan voorgoed ook in die sector actief gaan zijn. Natuurlijk stromen er mensen naar andere sectoren uit, maar we zien dat een groot aantal in de sector actief gaat zijn. Helder, dankjewel. We zijn al een behoorlijk tijdje bezig. Het is al richting 11:55, dus misschien moeten we richting de afsluiting. Maar ik vind het wel belangrijk om elke spreker nog even de mogelijkheid te geven om een soort laatste tip aan alle kijkers mee te geven. Lutze, ik begin eventjes bij jou. Heb jij nog een tip die je iedereen wil meegeven? Ja, ik wil echt een pleidooi hier maken om in te blijven zitten op jong talent. Op de jeugd. Het woord vergrijzing kwam voorbij. De komende jaren zullen we zien dat bedrijven een grote vervangingsvraag krijgen. En dus is het sowieso al noodzakelijk om op de jeugd in te blijven zitten. Dat is een no-brainer. Maar aan de andere kant kunnen mensen nu denken, ja, maar die coronacrisis, onduidelijkheid, realiseer je dan dat als je nu een leerling opleidt, die persoon pas over 2 à 3 jaar op de arbeidsmarkt komt. En dan is de wereld wel weer helemaal anders.
Dus als je dan pas gaat beginnen met het opleiden, dan ben je te laat. Dus ik wou zeggen, blijf inzetten op jeugd. Oké, helder. Dankjewel. Anke, heb jij nog een laatste tip? Nou, eigenlijk vooral hoe de markt zich ook gaat ontwikkelen, welke kant de economie ook opgaat. Wij van het sectorinstituut proberen het in alle tijden mee te bewegen. En blijf niet alleen in contact met je werknemers, maar blijf ook vooral in contact met ons. Heb je een vraag of wil je gewoon eens sparren? Bel of mail ons en ik kom graag met je in contact. Goed, dankjewel. Peter, jij als afsluiter, nog een laatste tip? Ja, mijn laatste tip is in dit webinar een aantal keren voorbij is gekomen. Blijf in contact met je medewerkers. Ook al wordt er nu een wat grotere afstand gepercipieerd. Er zijn allerlei middelen en mogelijkheden om dat te doen. En de behoefte is er. Anke refereerde aan onze initiatieven richting SOAP werknemers, Pitstop, de loopbaanportal, waarin werknemers de gelegenheid krijgen om allerhande trainingen en opleidingen te volgen om aan hun eigen inzetbaarheid te werken. Ik zie veel initiatieven bij mijn relaties van mensen die daar met hun werknemers over in gesprek gaan. Dus benut deze tijd om dat te laden. En dat wordt zeer gewaardeerd. Dus dat zou mijn tip zijn. Peter, dankjewel. Dan zijn we hiermee aan het einde van het webinar gekomen. Ik wil graag de sprekers van vandaag bedanken. Peter Lanza, Anke Schilderink en Lutze van der Ploeg. Ook wil ik de kijkers bedanken voor hun aandacht. Ik hoop dat de informatie u helpt om deze moeilijke tijd door te komen, maar vooral ook dat het u helpt om uw personeelsbeleid op de lange termijn te verbeteren. De replay van dit webinar maken we later vandaag beschikbaar op de website van Nieuwsblad van Sport. Ook komt er binnenkort een verslag van dit webinar op onze website en in onze krant. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.